Hallo jongens en meisjes, welkom bij de literatuurpresentatie van Douwe, Smits en Robin Ten. We beginnen deze presentatie met een Kahoot. Dit is iets anders dan je misschien bent gewend van de vorige presentaties. Maar wij willen hiermee proberen jullie meer te betrekken bij onze presentatie. Zo kunnen wij ook kijken of jullie meningen overeenkomen met onze conclusie die wij aan het einde van onze presentatie zullen geven. We gaan het hebben over veranderingen van het innerlijk van personages door veranderingen in de omgeving. Wij gebruiken de literatuur als bronnen en kijken goed hoe het is weergegeven in deze boeken. Iedereen maakt in zijn leven veel verschillende dingen mee. Sommige gebeurtenissen hebben meer effect op de ene persoon dan op de andere. Door al deze gebeurtenissen leer jij nieuwe dingen en ga je gebeurtenissen die je al een keer hebt meegemaakt herkennen. Dit zorgt ervoor dat als je in een situatie terechtkomt waar je al een keer in terecht bent gekomen, je niet alles opnieuw hoeft af te wegen. Je kan meteen een beslissing maken omdat je de vorige keer het ook zo deed en het goed ging. Door al deze gebeurtenissen die jij meemaakt, word jij als persoon gevormd. Het innerlijk van een persoon is wat deze persoon voelt en denkt. Maar verandert ons innerlijk door al deze gebeurtenissen? Dat gaan we uitzoeken in deze presentatie. Daarom is onze hoofdvraag: in hoeverre verandert het innerlijk van een persoon door veranderingen in zijn of haar omgeving? En hoe wordt het weergegeven in de literatuur? Jullie mogen nu inloggen. Applaus voor die oververtegenwoordiger. Applaus. There is superstition.